Human is. Onder de demonstranten hebben zich verzameld voor het Turkse consulaat in Rotterdam. En de gemoederen lopen hoog. Dit is ongelooflijk explosief. In ieder geval duidelijk dat de spanningen nu tot ongekende hoogte aan het oplopen zijn. Vandaag escaleerde de zaak toen het kabinet de Turkse minister van Buitenlandse Zaken belette om te landen. Onherroepelijk betekent dit grote schade voor de relatie tussen Nederland en Turkije. Dat voel je aan. Eerder vandaag dreigde de Turkse minister nog met sancties. Nederland zal boeten, zal de prijs betalen voor wat er gisteravond in Rotterdam is gebeurd. Medialogica, over beeld en werkelijkheid in de ruil met Turkije. Dat is een van de beste voorpagina's van het afgelopen jaar, mag ik met trots zeggen. Wie zijn wij? Wij zijn hier de baas. Ik schrok me de pleuris, echt waar. Benim Hüseyin Kurt kardeşimi yere yatırıp köpeklere parçalatanların. Erdogan is de koning van de omdraaiingen. Dus hij zoekt naar een scenario waarin Europa de democratie schendt. Bunlar fascist. Hij wist, met deze woordkeuze draai ik het scenario volledig in de soep en wordt het een confrontatie. Dat is een bizarre uitspraak, volstrekt onacceptabel. Kwam ook Rutte natuurlijk niet slecht uit op dat moment. Ook Rutte was in een verkiezingscampagne gewikkeld. Even de druk verhogen en dan gooien we die minister Kaya in de strijd. Binamıza gireceğim. Burası benim ülkemin binası ve ben bir ülkenin bakanıyım. Hiçbir uluslararası teamülde böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyorum. Het was de Turkse regering erom te doen om een incident te creëren wat bruikbaar zou zijn om mensen te mobiliseren voor een ja in dat referendum. Op een gegeven moment wordt er gegooid met een bloempot volgens mij, worden met andere dingen vernield. De ME die duikt voor ons op. Mijn broer die krijgt een deal met een schild. Hij werd gelijk in elkaar geslagen. We wisten, ook hij denk ik, wist niet wat hem overkwam op dat moment. Oh, je wordt alleen maar geslagen en geslagen en geslagen en geslagen. En een grommelende, een brommel, een hond aan je been die je denkt van hé, die trekt mijn hele been uit elkaar. Wat ik daar zag, wat mij daar overkwam, het heeft gewoon mijn hele leven kapot gemaakt, kan ik wel zeggen. Want ik kom niet van die moment, kom ik niet vanaf. Ik dagelijks zie ik het terug. Ja, op een schild geheven waar hij misschien zelf niet per se om gevraagd heeft. Maar ja, ik kan me voorstellen dat daar haast geen ontkomen aan is. Ja. Ik heb nooit gewild om onderdeel van een ruzie te worden. Want daar wil ik ook nooit een onderdeel van zijn. Ruzie, dat past niet bij mij. Wilt u meer weten over deze uitzending en over Medialogica? Ga dan naar human.nl/medialogica. Human.